Op 26 mei zullen wij het parlement wakker schudden. Met die ambitie heeft de Partij van de Arbeid in Brussel haar verkiezingscampagne op gang geschoten. De twee kopstukken van Uiterst Links, Peter Mertens en Raoul Hedebouw, hadden even voordien hun programma al toegelicht in ons middagnieuws. De partij wil vooral de groeiende kloof tussen arm en rijk aanpakken. De PvdA en haar Franstalige tegenhanger PTB trekken samen naar de kiezer met een programma met 840 voorstellen. Zo wil de partij het rekeningrijden afschaffen en meer investeren in gratis openbaar vervoer. Ook een bezoek aan de dokter moet gratis worden en de hoge erelonen van artsen in het ziekenhuis moeten verdwijnen, zegt de partij in ons middagnieuws. Er zijn mensen die nu meer dan 5000 euro aan ereloonsupplementen betalen in een eenpersoonskamer. En dat is ongelooflijk veel geld. En als je dan geen hospitalisatieverzekering hebt, dan ben je arm als je buiten komt. En dus we hebben er een alternatief voor. En dat betekent dat als je alle specialisten in ons land een tarief zou geven op het niveau van een universiteitsprofessor, dus ze moeten en ze mogen zeker veel geld verdienen, dan bespaart dat aan onze sociale zekerheid 700 miljoen euro. Net als Groen en SPA vraagt PvdA een minimumpensioen van 1500 euro voor iedereen. Ook de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen moet gedicht worden. Die carrière van die vrouwen, daar gaat het over. Omdat die carrière minder lang zijn dan die van de mannen. Omdat ze voor de kindjes moeten zorgen. Omdat ze zelf moeten mensen nog verzorgen na hun carrière. Dan zeggen wij, brengt die carrière van 45 jaar naar 40 jaar om daar een voltijdscarrière van te maken. En dan kunnen al die pensioenen van de vrouw omhoog gaan. Uiterst Links pleit verder voor 10 miljard euro investeringen per jaar voor de klimaatcrisis. 5 miljard daarvan moet van de privé komen.